Houden steeds een deurtje open. Hè? Dus het is, ja, je, 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 ik, laten we zeggen, het is een eensgezinswoning. In de voorkamer staat een olifant die nogal staat te stampen. <tie> hè? En, en iedereen is bang voor die olifant. Wat, wat zou die gaan doen? Zou die ook de achterkamer gaan rondstampen of zo? Maar ondertussen staat de keukendeur nog wel open. Het awesome. Kunt u mij horen? Oekraïne, um, het leek er lange tijd op dat er inderdaad niet veel spannend zou gaan gebeuren. Ja. Maar nu uh, is er toch wat onrust daar in de regio. Mobilisatie is afgekondigd. Ja, in die, in die Donbass, daar ben ik niet van onder de indruk. Nou ja, en daar is ook uh, een grote brand geweest in een gaspijpleiding. Zware explosie. Daar ben ik ook niet van onder de indruk. Oké, okay, auto die is in de lucht gevlogen, opgeblazen. Nou ja, het is duidelijk dat daar wel iets grotere spanning in zit. Want daar staan ze natuurlijk al een miljoen jaar tegenover elkaar. Ja. Jaar. Het ging dan over, over, over beschietingen en zo. Ze beschoten elkaar sowieso al. Alleen beschieten ze elkaar nu iets frequenter. Eh? En nu lezen we natuurlijk weer. Dat op zeer korte termijn. Zal een inval komen. Biden zegt aanval. het ook. Hè? Biden zegt het ook. Je weet wat een fantastische voorspelling. Die had gedaan voor deze week woensdag. Was ook 100% zeker. Dat Poetin dan een aanval zou ondernemen. Dat heeft Poetin hem raadselachtige reden niet gedaan. En ik denk. Eerlijk gezegd dat die waarschuwingen van Biden eh, niet zoveel te betekenen hebben. Hmm. Dat wil zeggen, het is een soort tactiek, heb ik uit de krant begrepen. He, je zet er vlekken spanning op en dan eigenlijk daag je Poetin uit om het niet te doen. Begrijp ik uit de... Ik vind het zelf niet verstandig en eerlijk gezegd nog oh, kinderachtig allemaal. Maar goed, de Amerikanen hebben hiertoe besloten. Eerst hebben ze aan het begin van de crisis hebben ze te weinig gedaan. En nu vind ik zelf dat ze wel wat te veel doen. Ik vond dat die toen die Scholz in, in Moskou was, leek mij. Oké, okay, er is een soort opening, ga er dan op in. Maar eh, zo is het op dit moment althans niet gelopen. Nee. Maar de vraag, iedereen, kijk, zekerheden heeft niemand, behalve Poetin. Want die kan de zaken of in beweging zetten of niet in beweging zetten. Alle andere personen die menen iets zeker te weten, die, die kletsen maar een klein beetje. Ik weet ook niks zeker natuurlijk. Ik zou nog steeds zeggen: de kansen dat er, laten we zeggen, geen grote militaire actie is. Laten we zeggen waarbij duizenden, zo niet tienduizenden soldaten de grenzen van de Oekraïne overschrijden. Met alle gevolgen van tien. Die kans dat dat gebeurt lijkt me nog steeds niet erg groot. Procent of twintig zou ik zeggen. Tachtig procent voor wat het nu is: pesterijtjes, hekkerij. Uh, sabotage. Nou ja, het kan escaleren, natuurlijk. Het kan escaleren. Dat moet je dus, als je, daar, als je dat doet, dan moet je dat natuurlijk wel proberen in de hand te houden. Mm. Uh, ik moet zeggen, er stond een groot stuk in de New York Times over deze materie. En die hadden allerlei mensen in Moskou gevraagd, deskundigen, mensen die iets dichter bij het vuur zitten, wat die ervan dachten. De overgrote meerderheid daarvan dacht: dat gaat niet een bezetting. Duizenden troepen over de grens, dat gaat niet gebeuren. Het is in feite bluffpoken van Poetin. En hij is natuurlijk al een heel eind gekomen, want ja, we zijn al enorm zenuwachtig geworden. En sommige mensen zeggen al: misschien moeten we toch maar beloven dat de Oekraïne geen lid van de NATO wordt. En ja, dat was toch al totaal niet aan de orde, enzovoort, enzovoort. He, laten we maar gaan praten. Er was een klein groepje ook in Moskou die zegt: ja, Poetin die heeft die hele COVID-crisis geïsoleerd gezeten. Hij was namelijk doodsbang dat hij het zou krijgen. Ook een beetje typisch goed. Maar ook, hij was doodsbang dat hij het zou krijgen. En hij deed alle vergaderingen, deed die met Zoom of wat de Russen daarvoor hebben. Je bent al eigenlijk verbaasd dat ze dat überhaupt kunnen. Maar goed, ze kunnen ook hacken, dus kennelijk zijn ze daar wel goed in. Uh, en eh, daardoor is hij als het ware geïsoleerd geraakt. Hij, hij is de greep op de werkelijkheid een beetje kwijt. En dat betekent, volgens, dat, volgens dat die minderheid van, eh, van de mensen in Moskou. dat hij tot alles in staat is. Omdat hij eigenlijk niet precies kan wegen wat, eh, wat de werkelijke situatie is. Eh, nou ja, ik geef het voor beter. Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat niemand het weet. Het is maar zeer de vraag of Poetin het zelf weet. Maar je moet toch constateren. Dat, dat de risico's als die dat zou doen, dat die aanzienlijk zijn. Dat de kosten die de, de Russische Republiek daarmee zou moeten betalen ook aanzienlijk zijn. Dat je afvraagt wat precies de lange termijn voordelen zijn van een dergelijk beleid. En, en ja, er bestaat natuurlijk een algemeen beeld dat die Poetin een ragfijne ...hyperintelligente schaker is op het schaakbord van de geopolitiek. Nou, daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo verschrikkelijk veel van. En het, als dat al zo is, schaakt hij met weinig stukken. Wij hebben het bord vol staan met stukken, dus we kunnen nog eens een stukje offeren. Maar hij heeft weinig stukken. Want het grote probleem is natuurlijk dat, ja, de Russische Republiek is een, is een uh, zeer armetierig land. Waar in feite alle indicaties, alle indices op negatief staan. Waarvan de economie moeizaam functioneert. Behalve als de energieprijzen hoog zijn. Nou ja, dat zijn ze op dit moment. Dus ja, dan kun je geld sparen. Maar in feite is natuurlijk, is natuurlijk de Russische Republiek. een, een twee, Laten we dat maar voor de vermaak. Een tweederangs grote mogelijkheid. Hmm. Wat ze willen is natuurlijk heel duidelijk. Namelijk het hele veiligheidsarrangement van na 89. Dat willen ze in feite terugdraaien. Dat zal denk ik niet gebeuren. Eh, ook een grote oorlog in, in Europa, dat is in feite ondenkbaar. Eh, eh, die zal er ook niet van komen. Zelfs niet als, als Poetin besluit om, om, om de, hoe heet het, wat, wat de Amerikanen nu zeggen, Kiev aan te vallen. Ik moet ook zeggen, ik weet niet wat de Amerikanen precies denken... En, en hoe hun strategische concepties in elkaar zitten, maar als je bij je volle verstand bent, dan ga je niet een miljoenenstad aanvallen, want daar zijn de risico's extra groot. Maar ze zeggen, de inlichtingendiensten hebben dit uh, bevestigd, dat dit de plannen zijn van ja. de ja, ja. Ik ken de Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigen heel graag datgene wat de president graag wil horen. Ik moet zeggen, ook Amerikaanse inlichtingendiensten hebben de afgelopen twintig jaar geen grootse reputatie opgebouwd. <laughs> zou ik zeggen. He? Als er nou ergens inlichtingendiensten zijn geweest die het werkelijk volledig bij het verkeerde eind hebben gehad. in een aantal cruciale situaties, dan. De Amerikaanse inlichtingendiensten. Ik verwijs even naar de massavernietigingswapens van Saddam Hussein. Dus ik, ik blijf nog steeds bij mijn idee dat dat allemaal niet gaat gebeuren. Maar ja, dat ze er niet eindeloos kunnen doorklooien. En steeds even de druk vergroten. En nu, wat hadden ze nu? Ik geloof nucleaire oefeningen of zoiets. Ja, je kunt zoveel verzinnen. Ik zou zeggen: hou je rustig. Dat lijkt mij verreweg het beste. Proberen er zo weinig mogelijk van aan te trekken. En. Dat lijkt me wel nuttig te helpt de Oekraïne. Want natuurlijk ook het afknijpen van, van economische mogelijkheden van de UK, Oekraïne. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van dit, van dit ontzettend onaangename en kinderachtige spel. Wat feitelijk veroorzaakt wordt. Doordat Poetin natuurlijk een autocraat is, hoe moet je dat zeggen? Een dictator. Dat hij daar een buitengewoon onaangenaam regime tenslotte tot stand heeft gebracht. Waardoor hij als het ware bang is voor iedereen. die duidelijk maakt dat dat niet de manier is om een land te regeren. En dan moet ik zeggen wat ik dus totaal niet begrijp van Poetin. Nou ja, zou ik gek zijn als ik het wel allemaal goed zou begrijpen, natuurlijk. Is wat doet hij nou door deze crisis te veroorzaken? De Economist had ook een aardig omslag. Waar je ziet dat, dat Poetin die heeft de hele kamer rood geverfd. en hij staat op een heel klein wit plekje in de hoek. Hij painted himself into a corner. Zoals dat zo treffend heet in het Engels. En daar zie ik. Ja, hij, hij heeft natuurlijk de spanning hoog opgevoerd. Nou moet hij wat doen. Uh, ik denk dus nogmaals dat een, een bezetting van de Oekraïne met 160.000 man echt waar, dan ben je niet goed snikken als je denkt dat dat kan. En, maar er zijn, er zijn natuurlijk nog andere zaken. Hij heeft de NATO geactiveerd. Die was, die was hersendood, zoals je weet. Die lag, lag op de grond, die was niet meer bij te brengen. En, en, en ja, nu is het weer een solide gezelschap. Ze schrijven alsmaar dezelfde brief. En, uh, ze ze, uh, iedereen zegt ze moeten meer geld hebben. Amerikaanse troepen zijn verschenen in Oost-Europa. Precies allemaal wat Poetin niet wil. He? Dat is punt één. Punt twee. De Oekraïne, hoe meer deze druk wordt gezet... hoe vaker dit godsvergeten kinderachtige getreiter is... Uh, Ondernomen wordt, hoe meer de Oekraïners de Pest krijgen aan Poetin. Die hadden ze al, maar dit zal alleen maar toenemen, natuurlijk. Dus alles waarvan je op de lange termijn zou zeggen dat moet je vooral niet doen, is het gevolg van deze crisis. He, dus het heeft in allerlei opzichten contraproductieve effecten. Dus hij moet ook weer uitkijken dat hij niet tenslotte het hele Westen op een hoop drijft. Laat staan dat hij, dat hij een omvangrijke militaire actie zou ondernemen die leidt tot ingrijpende sancties. Nog verder versterking van de NATO, nog meer niet waar, standvastigheid en, en, en strijdlust in het Westen. Hm. En, en Oekraïne... Nogmaals ben ik onder de indruk van de Amerikanen, maar dat he, nee. moeten we een beetje afwachten. Maar Biden inderdaad zegt uh, iedere keer weer: ja, als hij nu oorlog gaat voeren, dan stopt de diplomatiek. Maar er is nog een kans om te praten, dat daarom, herhaalt hij Daarom, dat hadden de Russen ook gezegd. Dat had die Lavrov toch ook gezegd. Dat houden steeds een deurtje open. Hè? Dus het is, ja, laten we zeggen, het is een eensgezinswoning. In de voorkamer staat een olifant die nogal staat te stampen. Ja, en, en iedereen is bang voor die olifanten. Wat, moeten we, ja. Wat zou die gaan doen? Zou die ook de achterkamer gaan rondstampen of zo? Maar ondertussen staat de keukendeur nog wel open. Precies. En de regering in Oekraïne is niet blij met Amerika. Die constant maar roepen jongens weg. Ja, die Zelensky heeft al meerdere malen gezegd: hou daar nou eens mee op. Ja. Die wil die wapens wel hebben en, de, en die hulp die daarmee samenhangt. Maar die vindt natuurlijk dat paniekgedoe, dat vindt hij niet prettig. Want iedereen rent weg, bedrijven willen niks meer doen daarin. Nee, 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 zijn maar geen voordeel. Dat zou natuurlijk ook een strategie van Poetin kunnen zijn: dat hij dit weet. Hè? Dat hij dit eventjes nog volhoudt om dat land gewoon helemaal uit te knijpen. Ja, maar ook daar geldt op termijn. He, misschien is dat voor de komende twee jaar is dat wel het geval. Daarom zeg ik ook: je moet de Oekraïne wel helpen. En de banden, wat mij betreft, met West-Europa extra aantrekken. Je kunt heel goed geassocieerd zijn met de EU en vrijwel alle voordelen van de EU genieten. Nou ja, je weet, je weet dat er partijen waren in Nederland die er helemaal tegen waren: tegen die economische contacten met de Oekraïne. Maar goed, die, die hebben nu ook geloof ik bekend: hè? Thierry Baudet, ook niet zozeer die Poetin. Een prima man. Echt fantastisch. Wat een, wat een politieke leider. Waardoor er natuurlijk iemand schreef: joh! Wat let je om naar te emigreren naar Moskou? Helemaal geen probleem. Ja, samen met Misschien krijg je wel een <laughs> Samen met Siwet. Dat zou ook lollig zijn. Ja. Heel, heel fijn clubje bij elkaar. <laughs> nee, ik zie op de lange termijn. Kijk, je moet denken hier op de lange termijn. En op de lange termijn is de positie van de Russische Republiek uiterst zwak. Die is economisch zwak. Die is politiek zwak. Zegt hij dan, ja, maar de, de, de Chinezen gaan hem helpen. Dat wordt een hecht bondgenootschap. Daar geloof ik geen kloot van. De Chinezen zijn geïnteresseerd in de wereldeconomie zoals die nu functioneert. Want daar zijn ze rijk van geworden. Niet waar? De Chinezen. China is een exportmachine. En die zijn niet verpland om, om, om werkelijk ingrijpend totaal ruzie te maken met het Westen. Lijkt mij. Zoals Poetin. ...blijkelijk misschien wel wil doen. maar is natuurlijk bij dit alles nog een interessante... ...historische kwestie, daar hebben we het ook al wel eens over gehad... ...namelijk dat de Russen zeggen... ...ja, jullie hebben ons belazerd... ...want tussen... ...1989 en 1991... ...en ook in de jaren daarna... ...hebben jullie gezegd dat de NATO zou niet... ...naar het oosten worden uitgebreid. Oké, okay, heel Duitsland... ...mocht dit worden van de NATO... ...maar de voormalige DDR... ...daar zouden geen NATO troepen gelegerd worden, die zouden niet, niet in, in de oude Ostzone terechtkomen. Uh, en, en dus jullie hebben je niet aan je beloftes gehouden en daar zit wel wat in. Ja, wij hebben ons, wij, het Westen, eh, Baker, die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken die deze onderhandeling heeft gedaan, die, nou, daar weet ik niks van, maar die schijnt toch ook wel in gesprek dergelijke dingen gezegd te hebben. De Duitsers, uh, Genscher en Kohl, hebben het zonder meer gezegd. En die ontkennen het ook niet zo. Uh, en tenslotte is, natuurlijk zijn al die landen, hè, al die vijftien landen, geloof ik vijftien, het is ook allemaal lid van de NATO geworden. Dat is waar. En dat komt natuurlijk omdat in allerlei opzichten de situatie in de tweede helft van de jaren negentig en daarna niet meer die optimistische maar een stemming had die, die, laten we zeggen, de late jaren 80 en de vroege jaren 90 wel hadden. Toen we natuurlijk allemaal dachten dat de Russische Republiek, dat die zich op heel voorspoedige wijze zou ontwikkelen, ook in politieke zin, dat het een democratie zou worden. En dat is natuurlijk een van de hoofdoorzaken van de ellende waar we nu mee zitten. Dat dat godvergeten klote land, dat Rusland, niet waar weer heeft laten zien dat het inderdaad een godvergeten klotenland is. Het is altijd hetzelfde liedje met Rusland. Er beginnen hervormingen en iedereen denkt eindelijk, eindelijk wordt het een normaal land. En je kunt er vergif op innemen dat het weer fout gaat. Het is fout gegaan voor de Eerste Wereldoorlog. Het is fout gegaan met Khrushchev in de jaren 60. En het is nu weer fout gegaan. De, de, de Ruslandkenners mogen me komen uitleggen wat, het, wat er aan de hand is. Maar ja, het is een land wat door en door onbetrouwbaar is. Wat kritisch u opsluit of doodschiet. Wat de hele tent leegt, te stilt en in het westen belegt. Waarbij je ook moet afvragen hoe. Niet waar aantrekkelijker is het om het met het Westen eigenlijk zodanige ruzie te krijgen. Ja. Dat al die fantastische bankrekeningen worden geblokkeerd. Dat als ik nou journalist was, follow the money, dan zou ik zeggen, kijk nou eens of al die oligarchen bezig zijn om, om ander terrein te vinden waar die, die miljardenbeleggingen. Want als je die een hele reeks van appartementen in New York hebt gekocht, wat ze te schijnen te doen, dan, dan moet je dat nu wel kwijt zien te raken. Anders kun je er misschien in het geval dat het echt uit de hand loopt, tien jaar niet bij. Nee, maar waar gaan ze het naartoe? is toch net een beetje zoals al die mensen met een huisje in Frankrijk, mm. waar je dus in de COVID-tijd twee jaar niet naartoe komt. Maar welke optie hebben ze nog? China nog? Dan ah, we... ja, op Cayman-eilanden, ja. de Bahama's, weet ik veel. Ik bedoel, als je een zwendelaar bent. Dan zijn de mogelijkheden op deze planeet onbeperkt aanwezig. Ja. Ik ben er ook een warm voorstander van dat ook de Cayman-eilanden. niet waar, bezet worden. zodat ze kunnen moeten ophouden met hun zwendelpraktijken. Laten we even vooropstellen dat Nederland zelf. een van de bekende vluchthavens is voor. nou, geld wat. ...wat zoveel mogelijk buiten belastingheffing wenst te blijven... ...en waar toch ook vaker luchtje aan zit. Ja. In dit uh, kader wordt ook vaak Finland genoemd. Hè? We hebben het daar in een vorige podcast wel eens over gehad, heel kort. Maar... Finlandisering, ja. Ja, dat, dat heeft zou... Macron toen gezegd. Hè? Ja, maar er stond ook een groot stuk... De ...een e te lezen, dat spreekt voor zich. Er stond een groot stuk over Finlandisering. Ik verwijs allemaal naar de New York Times overigens... Ik vind één krant lezen, dat is al een hoop werk Ziet. natuurlijk. Moet u even uitleggen wat dat is: Finlandisering voor de mensen? Finlandisering is de positie waarin Finland verkeerde. na de Tweede Wereldoorlog. Omdat toen natuurlijk het Rode Leger. Er in de loop van de Tweede Wereldoorlog. heel Centraal- en Oost-Europa heeft bezet. en de Balkan. en al die landen zijn uiteindelijk ten prooi gevallen. aan de Stalinistische repressie. Niet Finland. Want Finland was wel bereid. Ten eerste ligt Finland natuurlijk excentrisch. Het ligt links van, van Petersburg, door Zweden. Laten we niet vergeten, Zweden is nog steeds een neutraal land. Zweden is geen lid van de NATO. Finland is nog steeds geen lid van de NATO. Oostenrijk trouwens ook niet. Wel van de EU hè? Ja, zijn, ja Zweden is wel lid van de EU, maar hij doet bijvoorbeeld niet mee met de euro. Finland is volledig lid van de EU, maar doet ook mee aan de euro. Uh, dus toen is Finland, zoals dat heet, gefinlandiseerd. Dat wil zeggen, op het punt, ze mochten nergens lid van worden. en op het punt van de buitenlandse politiek was voortdurende coördinatie met Rusland was gewenst. En dat is ook gebeurd. Dus als een benoeming werd uh, voorbereid, dan moest iedere keer ja, naar, naar Moskou gekeken uh, Ik neem aan dat er ook allerlei besluiten over. Binnenlandse politiek of het leger, je kunt je daar van alles bij voorstellen. Finland zie je het was Finland. En dat was natuurlijk ook nog mogelijk, juist omdat Zweden ook neutraal was. He, want dat zat dus dan weer een buffer. En dan was Finland dus het buffer al. En Zweden was nog een extra buffertje. Dat zou ook, denk Poetin het fijnste vinden als, als, als heel Europa de buffer was, nietwaar? Voor zijn ongelukkige ambities. Want dat is natuurlijk ook bij die Russen denk je toch ook, joh, zorg nou God, beter is dat je eigen zaak op orde is, in plaats van de Godganse wereld lastig te vallen met die, met die kinderachtige flauwekul Chinezen idem dito. Ja. En we hadden een leuke brief over, over Hongkong. En we hadden een treurigheid, waar die Chinezen zich totaal niet aan de gemaakte afspraken hebben gehouden, waar je ook denkt van, wat zijn die afspraken precies waard die je met die Chinezen maakt. Waarbij je ook denkt, Waarom? Wat, wat, wat drijft dit soort van regimes om, om ook het kleinste stukje wat zij beschouwen als onkruid uit de stoep te rukken en, en dood te maken? Dat is het, het blijft een, iets waar ik niets van begrijp. Maar ja. ja. Finland is ook het grondgebied toen kwijtgeraakt naar Rusland? Ja, he? zeker. Een enorme hoeveelheid grondgebied is Finland kwijtgeraakt. Want de, euh, de Sovjet-Unie eiste een. een Veiligstelling in feite van Petersburg, ik bedoel natuurlijk Leningrad. En daar zeiden de je de pot op en toen zijn, is uh, Rusland een oorlog tegen Finland begonnen. Dit speelt zich allemaal nog af voor, eigenlijk tijdens de, uh, het begin, al van, het begin van de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, dat was een heel interessante zaak die in feite toch een lange schaduw heeft geworpen, ook over de over operatie Barbarossa, dat was een Duitse aanval op de Sovjet-Unie, omdat de Sovjet-Unie aanvankelijk klop kreeg van het Finse leger... wat, je begrijpt, een piepklein leger was vergeleken met het Rode Leger. En in het Rode Leger had Stalin ook allerlei generaals gezuiverd... en nou ja, het, het bekende, immens stomzinnige beleid wat communisten nu eenmaal voeren... of autocraten, of hoe je het precies wil noemen... altijd bang, altijd paranoïde, hè? Poetin... Altijd paranoïde. Zelfs over de COVID was hij dus paranoïde. Uh, ja, dus dat was een, een enorme zeepert voor het Fort Rode Leger. Dat het Finse leger aanvankelijk enorme successen boekte. Ten slotte hebben ze natuurlijk verloren, dat begrijp je ook wel. En toen is eigenlijk een groot stuk, je moet maar eens even opletten op het Ladoga meer. Dat ligt daar zo'n beetje boven uh, Petersburg. Nu het is weer Petersburg geworden. Overigens ook een autocraat, maar goed, het doet er nou zoveel niet toe. En, en dat, daar is die Finse grens als het ware in westelijke richting opgeschoven. En dat is nog steeds zo. Dat hebben de Russen vanzelfsprekend niet teruggegeven. Maar ik begreep uit het stuk over de Finlandisering dat de Russen, sorry, de Finnen, eigenlijk niet echt gelukkig waren met die Finlandisering. Wat je ook wel begrijpt, je bent natuurlijk toch gebonden, hè? Je mag wel, je hebt uitlopen in de tuin, maar je, nee. je, je mag niet over de schutting kleren. Kritiek was ook niet toegestaan hè, op de Sovjet-Unie. Nee, dat moest, moest natuurlijk allemaal een beetje sub-rosa worden gehouden. Ja, zonder meer. En eh, ik heb begrepen dat, dat de, deze discussie ook wel in de Oekraïne is, ge is gevoerd. En dat zij toch een eventuele Finlandisering als vernederend zouden beschouwen. Want dat is natuurlijk, als je kijkt naar wat Finlandisering was. Namelijk dat je, dat je toch in allerlei wezenlijke opzichten naar de pijpen van de Russen moest dansen. Niet waar, dan, dan zou de, voor, dat zou voor de Oekraïne een onaangenaam beeld ja, zijn. Een soort van zelfcensuur. En je bent gewoon ja, sowieso. En je mag dit niet, en je mag dat niet. En je moet voortdurend met Moskou bellen of dat nou wel of niet mag. Ja. Op den duur laat ik mij eens even fijn aan enkele generalisaties wagen. Eh, die waarschijnlijk pas gerealiseerd zullen worden als ik dood ben. Dus als het niet gebeurt kunt u ook niet bellen. Even een slokje nemen. Ben ik heel benieuwd wat er nu gaat komen? <laughs> ik ben ervan overtuigd dat zowel Wit-Rusland als de Oekraïne op de lange termijn lid van de Europese Unie zullen worden. Ik, ik geef geen cent voor het lot van Rusland, wat in feite een immens koloniaal rijk is, wat, wat economisch gezien niet goed functioneert. En eh, als ze daar niet in slagen om de zaak daar een beetje te laten rollen, dan, dan zal het waarschijnlijk uit elkaar vallen. ...denk ik. Ook vanwege de enorme grootte natuurlijk van het, het na land. Na mijn dood hoor. Ja. Lieve luisteraars, na mijn dood. Hey, en hoe is dat in Finland toen? Want uiteindelijk zijn ze onder het juk van die Russen vandaan gekomen. Hè? Want ze zijn nu een van nou ja, de meest landen. Door, door de hele ontwikkeling na '89. Kijk, Gorbachev heeft gezegd... Wat, wat, ...we hebben niks van dat imperium. Want het kostte smakgeld van ze. De Russen die moesten in feite de hele energiebehoefte van, van Oost-Europa... Centraal-Europa en de Balkan subsidiëren. Het ging helemaal niet goed met, de Rus, met de Rusland natuurlijk. En in feite stagneert natuurlijk de economie van de, van de Sovjet-Unie. Stagneert vanaf de late jaren 70. Toen hebben ze ook nog die, die achterlijke interventie in Afghanistan ondernomen. Die natuurlijk oh totaal ja, is mislukt wel. is. Ja, totaal mislukt. Toen dachten de Amerikanen natuurlijk laten we solidair zijn. Wij doen ook een totaal mislukte interventie in Afghanistan. Nou ja, die dus pas zeer recent tot een ongelukkig einde is geraakt. En nou ja, het, het, was het systeem was volkomen vastgelopen. Dus Gorbatsjov dacht. Ik schud het op. Maar het opschudden heeft de Sovjet-Unie niet overleefd. Ik denk dat Gorbatsjov eigenlijk het red eh, groot gelijk had. Maar dat hij ook al eigenlijk in, in het opschudden natuurlijk tegen werd gewerkt door dat dat gruwelijke apparaat wat de communistische partij had gecreëerd en ik denk ook wat toch ongelukkigwijs ook een rol heeft gespeeld. Kijk, Gorbachev had het altijd over het Europese huis. Hij wilde dat we die bondgenootschappen dat die afgebouwd zouden worden en dat we dan allemaal gezellig zouden gaan wonen in het Europese huis. En maar kom we even terug op die olifant in de voorkamer. Overal waar de Russen zijn is die olifant er ook. He, namelijk dat het een gigantisch land is, wat, wat ja eigenlijk je hebt vast in de kijk alleen dictatoriaal geregeerd kan worden om een of andere geheimzinnige reden. Dus ja, dat hele opschutproces, die idealen van Gorbatsjov, hoe sympathiek ook, zijn vastgelopen in de in de nitty gritty van, van, ja. van dagelijkse ellende die nu eenmaal de wereld is. Ja. En, en nou ja, toen, vanaf dat moment, bij de Amerikanen zal zeker aan de rechterkant, een, een niet uit te roeien wantrouwen ten aanzien van Rusland hebben geleefd. Ze hadden ook aanvankelijk grote moeite om Gorbachev ook serieus te nemen. Gelukkig dat Reagan dat gedaan heeft, misschien wel zijn grootste verdienste in allerlei opzichten. En zo is het toch weer uit de hand gelopen. Hmm. En misschien dat dat we altijd We hebben natuurlijk die kwestie van het opschuiven van de NATO al besproken. Daar was ik in de tijd tegen. Bolkestein was er ook tegen. Dat hebben we vermeld. Heel verstandig. Verstandige mensen waren er tegen. Maar ja, je zult nu maar in Estland wonen. Weet je, je denkt van... Het is allemaal wel lollig en idealistisch om er tegen te zijn. Maar je kunt die Russen totaal niet vertrouwen. Nee. Ja, Poetin was ook aanvang. We wisten niet dat het zo'n e akelig klote ventje was, dat wisten we niet. Ja, dat is ja. die geleidelijk aan geworden. Ja. Wist je dat de Vinnen in Helsinki een grote gangenstelsel onder de stad hebben liggen en schuilkelders als de Russen eventueel in, in binnenvallen? <gacht> nee, dat wist ik niet. Nee, de volkskrant had daar een stuk Kijk, over. Kijk, de bevolking is daar zo klein dat dat nog zin heeft. Maar Nederland zou zo'n grote schuilkelder moeten bouwen dat dat. Dat gaat niet gebeuren. Maar er was een zwembad, daar was een reportage gemaakt en dat was een heel normaal zwembad, maar daar lag, was dus een ingang, ook verborgen, waar, waar ze dus in een gangenstelsel in ieder geval terecht konden komen met schuilkelders. Ja, ja je weet dat in Nederland wemelt het van de atoomschuilkelders. Hè? Ja. De hele Utrechtse centraalstation kan afgesloten worden. Kunnen duizenden mensen tijdelijk worden ondergebracht. Ook in een schuilkelder? Ja. Nou ja, het, het, al die onderdoorgangen kunnen met, met sluitingsmechanismen tot een schuilkelder gemaakt okay. worden. Nou, in Finland is het dus zo: dus in Helsinki, elk gebouw groter dan 1500 vierkante meter moet een schuilkelder hebben. Kijk aan, de meeste grote ziekenhuizen hebben een heel ziekenhuis in de kelder. Voor het geval dat. Ja. Ik, heb, ik heb de schuilkelder van de directie van de NS gezien. Nou, dat, was, uh, dat zag er goed uit. Ja. Het was wel zo dat de secretaresses geloof ik op die fietsen moesten trappen om de elektrische energie op te wekken als de dieselaggregaten inliepen. Ja. Er zijn ook ziekenhuizen, daar rijden vanuit. Nou we ort. zeggen de klassenverschillen waren scherper aangegeven. Ja dat blijkt wel weer. Maar er zijn dus ook vaak van die uh, karretjes die dan de vuile was ondergronds uh, in de dat, ziekenhuizen dus wegbrengen. Het Zuiderland ziekenhuis heeft dat. dat, heb ik een keer gezien. Dus dat zijn van die robot robotkarretjes, zeg maar. Dat is heel indrukwekkend. En het is ook zo trouwens dat uh, de winkels in Helsinki ook bevoorraad worden via die ondergrondse door. Nou, nou, nou. Die vinden het toch. Ja. Nou ja, ze hebben tijd natuurlijk ook hoog gegooid met dat Nokia-bedrijf. Alleen uh, hebben ze dat ongelukkigerwijs uit de handen laten vallen. Ja. Ja. Het was natuurlijk jarenlang de meest populaire telefoon. Ja. En mag ik uh, Apple nog eens attenderen op het feit dat die batterijtjes in die Nokia-toestellen. die natuurlijk ook niet zo heel veel te doen hadden. wel, wel twee weken functioneerden. Mark Rutte heeft het nog steeds, hè? Die heeft en een Nokia. En hij heeft een. Daar sms't hij dus alleen nog maar mee. Heeft Mariette Hamerkeer keer gezegd. Die krijgt constant sms'jes van hem. Maar niet te lang, want dan past het niet op het schermpje. En oh. hij heeft nog een iPhone daarnaast. Oh, heeft wel een iPhone ernaast? Ja, dat moet waarschijnlijk. Dus Maar die Nokia, dat is zijn hoofdtelefoon. Nou ja, ik ben begonnen met een Motorola. Ja, die was werkelijk van een abominabele kwaliteit, althans de omhulling. De plekken braken gewoon stukken af na enige tijd. En toen ben ik op die Nokia op overgestapt en toen heb ik pas in 2013 geloof ik een iPhone gekocht. Een Blackberry, ken je die ook nog? Ja, ja. zeker, zeker. Met zo'n toetsenbordje. Met zo'n ja. pennetje erbij ook nog. Ja, dat had ook het voordeel dat dat liep op een eigen encryptie ja. en eigen service ergens in Canada. Precies, alle gemeentes hadden dat, ja. want die zeiden dat het is heel geveilig. Al, al deze ongekend succesvolle bedrijven zeiden over de iPhone toen Steve Jobs daarmee kwam. 2007 is dat geloof ik. Dat wordt niks. Die iPhone, kinderachtige doel. Met die stomme tegeltjes. Wie, wie, wie wil dat nou <laughs> hebben? We hebben een meesterlijk toetsenbord. Of ons batterijtje gaat weken mee. Ja, zo zie je. Hoe ook de heren van het zakenleven zich kunnen vergissen. Ja, maar ik ben nog wel eens benieuwd. Het stuk de kunst van Apple: dat ze altijd van die spulletjes hebben. die iedereen eigenlijk heftig leuk vindt. Ja, ik ook hoor, dus ik zeg er maar even bij. He, dus uh, rond Poetin, we kunnen rustig slapen. Jij verandert niet van standpunt? Je... Ik, ik verander niet van standpunt, nee. Of wij rustig kunnen slapen, ik heb duidelijk gezegd, 80%, 20%. Dat betekent dat er altijd ja, ja, een ja, ja. reële ja. kans is dat hij dat ontspoord gek geworden is, ongeduldig is, slecht gehumeurd is, slecht heeft gegeten, zijn vriendin wil niet meer, weet ik veel. Dat kan van alles zijn. Wie is zijn vriendin eigenlijk? Weet is dat ik niet. Ik. ik verzin een vriendin, maar misschien heeft hij die wel helemaal niet. Dat weet ik niet. Um, uh, Tivoli Vredenburg, uh, die vroeg nog, hoe laat wij er maandag zijn? Nou, uh, hebben zij wensen? Dan kunnen we ons daarna richten. We beginnen om acht uur. Um, God, dan zal ik zorgen dat ik om half acht ben. Prima, dat is goed. Is dat goed? Dat is perfect. En uh, we gaan staan, dat heb ik ook doorgegeven. En we krijgen van die handheld microfoons, dus die je normaal ook hebt. We gaan staan, oké. Okay ja vind ik ook goed. Ja, dat had jij doorgegeven de vorige keer anders viel je het. Ja, slaap, nee zei. ik kwam niet in een zitje dat was oh, het oh oké oké dit dit woord zitje dat, dat stond mij tegen hier zitten we natuurlijk ook ja dat hè? klopt alleen zou je niet zeggen dit is een zitje hè maar, maar als je dit op een podium zou zetten dan is dit wel een zitje ik had al voor de eerste keer al voorgesteld dat jij met dit ding het podium op zou rijden ja dat kan ik nog even vragen aan die man ze hebben een hele grote goederenlift, maar hij ik, ik, ik kan er niet in, denken. Nee, nee. En er is geen pauze, hè? Dat nee, er is geen pauze. Nee, 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 nee. Dat vroeg hij nog, wil je pauze een, tussen? Nee, ik heb een enorme hekel aan pauzes. Dus, ja. En de hertzaal is het en uh, de afstandsregels zijn er helemaal niet meer. Dus, uh, alles Weet mag, je dat ook? zeker? Is dat nu aan? Is dat... Volgens mij zei hij dat het hertzaal toch weer is, omdat dus die maatregelen allemaal er weer af zijn. Ik dacht dat die maatregelen pas op de 25e werden oh, opgeheven. Oh, dat zou kunnen. Ja, dan is er nu met. nog zo'n tussenfase. Je hebt gelijk. Klopt. Maar wat, wat betekent het? Ik heb die, ben die maatregelen helemaal uit het oog verloren. Ik ben natuurlijk... Uh, deze week ben ik... Uh, ja, dat zei hij ja. Hij uh, zei uh, maandag op, was Maarten er ook. Ja. In de, in de grote zaal was het toch... Zelfs met beperkende maatregelen... meer dan 600 mensen in hadden gekregen. Ja, dat is veel. Maar dat is zo'n grote zaal... want dan kon je nog... Ja, je had geloof ik familiegroepjes bij elkaar. En, ja, dat en, zei je ja. hadden wel steeds een stoel ertussen. Tenminste, ze zeiden dat er, ik geloof, 620 mensen okay. waren. Nou, ik vraag het nog wel eventjes naar. Wat zeiden die dan nog meer? Uh, oh ja, we moesten max tien uur moeten we stoppen. Het was daar, was ook afgelopen dinsdag, geloof ik, of wanneer was het? Om half tien, zei hij Ja, daad, was je klaar. Ja. Uh, nee, 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 want we zijn kwart voor tien. Ja, sommige theaters zijn echt hartstikke streng. Ik was een tijdje geleden in, ik geloof, Tilburg. En nou, daar ging ten eerste een rode lamp branden. Toch nou een rode lamp. En toen gingen de lichten aan en zo. Toen verschenen er wel wat wel, nou, wel tien ouvreuses. Waardoor ik steeds. maar ook jongens bij. Een ouvreuse keer nog het woord ouvreuse. Nee, maar je hebt het uitgelegd. Dat Zijn wel die mensen die komen de ja. in de coulissen in de bos bloemen staan? Precies, ja. Maar dat ken ik. Zijn er geen jongens die zo heten? Ouvreuse klinkt vrouwelijk, toch? Ja. Kunnen we dat ook aan de luisteraars vragen? Wat is een mannelijke ja. oevereus? Is dat een oevereur? Dat kan niet Kunnen we maandag vragen? Dat zullen ze daar wel weten. Ja. Ah, wie weet kunnen we het maandag vragen. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, die, die gingen echt verdomd systematisch te werk. Rij voor rij werden, er, werden ze er hartstikke snel uitgejaagd. Ik, ik stond er met bewondering naar ja, te kijken. Is niet voor de Brabantse mentaliteit. Daar doen ze toch rustig ja, aan. Ja, ik al zou al. sowieso zeggen dat de theaters steeds enorm hun best hebben gedaan. om zich op efficiënte wijze aan de. Gegeven regels te houden. En dat ze een bad deal hebben gehad van de overheid: musea, idem dito. Ja. En alle andere flauwe kulders, hoe die meubelwinkel, uh, Ikea en zo, dat kon allemaal wel. Mensen die twee uur in de rij stonden voor die godvergeten klottergehaktballetjes. En, en die musea en de theaters, die, uh, daar kon niks. Nee. Overigens moeten we nog even kijken hoe we met het, uh, de mensen op het balkon doen, in de hertzaal. Want als de ja, die zitten wel ver weg hoor. Ja, want dan kunnen natuurlijk ook mensen kunnen vragen stellen, maar dan moeten ze maar even schreeuwen of zo. Moeten we even kijken hoe we dat doen. Ook in die grote zaal, joh, die lui die daar bovenin zaten, dat is echt, is net of het Himalaya. Hè? Ik weet niet of ze dan ook die... Ik, ja, ik zou ook de vrees hebben, dat weet ik wel. Oh, nou ja, wij, wij, wij zitten daar niet, dus... Nee, uh, godzijdank niet. Oké, okay, en dan moeten we even een onderwerp bedenken waar we het over gaan hebben. Zij mogen toch ook dingen aanreiken of niet? Dat kan ook. Ja, wat je wil. En we kunnen een beetje de, kijken wat er dan speelt. En het wordt in ieder geval opgenomen. Ik wil wel, we kunnen nog een, een, een onderwerp nemen met, met wat, iets wat verdwenen is. Ja. Hebben we daar nog iets leuks over? Ja, ik heb nog wel, een, zijn nog wel een paar leuke dingetjes die verdwenen zijn. Ja, dat kunnen we doen. Dat is goed. het wordt sowieso opgenomen. En dan kunnen de mensen die er niet bij zijn het ook later terugluisteren. Ja. Maar ik vind het wel lollig om, om in het termen van interactie te denken. Dat is goed. He, dat mensen uit de zaal kunnen roepen: van, uh, Hoe zit het met. Nou, ja. Ja. nou voor de opname heeft die man dus gezegd: Dan krijg ik een microfoon. En dan moet ik naar die man toe of die vrouw die dat vraagt. Dan wordt het ook voor de mensen die luisteren teruggelaten. Nou, laten. heel het lopen dan. Ja, jou. maar goed. Maar goed, dat kan ik wel even abonneren. Grote zaal hoor. Ja, nou, we gaan het wel zien. Oké, okay. nou we hebben alles gehad, denk ik. Okay. En wie hebben we daar? DHL. Oh, daar is die weer, ja. Die weer veel te hard rijdt. <laughs> ja, het is een beetje traditie. Tom Jan Mees loopt het altijd ja, langs precies. en dat DRL-karretje is er altijd Ja, waar zou Tom Jan Mees naartoe naar toe gaan? Die, ik denk dat die gewoon hij al... zit altijd voor een forse pas richting in de binnenstad. Ik denk dat hij gewoon ter inspiratie even rondje wandelt, dat hij op nieuwe ideeën komt. Ja, dan moet hij natuurlijk hem niet noemen, want misschien tasten we wel zijn privacy aan. Dat hij altijd door die Frans Halstraat koerst. Ja, maar ja. ja. Nou, als hij dat vervelend vindt, moet hij dat maar aangeven. Dan moet hij wel groot bord bij zich ja. hebben van. Ja, moet hij maar Liever geen vermelding van mijn tocht door de Frans Halstraat. Ja. Ja. ja, tot, uh, tot maandag. Ja. Ik zal even kijken of ik nog een leuk onderwerp kan verzinnen. Die weer veel te hard rijdt.